In Music and Murals nemen Caspar en Niels van Studio Giftig je mee in de wereld van de street art. Iedere aflevering vertalen ze een lied van een bekende Nederlandse muzikant naar een unieke muurschildering in de stad die verbonden is aan deze artiest. Welkom bij Music and Murals. Voor deze aflevering reizen we af naar Den Haag, waar de mannen van Direct aan de Scheveningse kust staan te wachten. It's so quiet in the city. Welkom. Yes. Mooie Scheveningen. Wij zijn Direct. Deze welbekende Haagse rockband startte in 1999 en heeft al heel wat hits op hun naam mogen schrijven. Nummers als Soldier On en Times Are Changing hoor je dagelijks op de radio. Er zijn weinig plaatsen waar ze niet hebben gespeeld. Door de vele tournees en uitverkochte zalen zullen ze de komende jaren nog wel blijven rocken. Ja. En Direct, was dat jullie eerste band ook meteen? Of hebben jullie daarvoor nog andere bands gehad? Het verschilt een beetje. Ik was net klaar met de middelbare school toen de band op mijn pad kwam. Jamie heeft het eigenlijk geïnitieerd. Ik was altijd wel heel fanatiek en toch ook in zekere zin wel ambitieus. Dus dat sprak me heel erg aan toen eigenlijk dit op mijn pad kwam. Dat heeft denk ik voor de lange termijn ook wel de basis gelegd. Dat we hier nu nog steeds zijn en nog steeds leuke dingen aan het doen zijn. Ja. Jullie zijn serieus wel lang bezig inderdaad al. 21 zeker. Jaar nou? Ja, fucking lang man. Ja. 21 jaar. Ik voel je oud op een gegeven moment. Ja, we waren heel jong toen we begonnen. Ja. We zijn nu net 37 dagen. 15, Jamie en ik waren 15 toen we begonnen. In die beginperiode inderdaad was het voornamelijk die gave brommer die je niet kon betalen. Of dat mooie meisje uit de klas wat je niet kon bereiken. Ja, en nu heb je een Harley en een heel lekker wijf. Ja. Hey, jullie hebben ook een nummer voor ons project geselecteerd. En welke mag dat zijn? We hebben vorig jaar net een plaat gemaakt en die heet Wild Hearts. Met daarop het nummer Wild Hearts. Wild Hearts, in search of understanding. The city rain a fresh start. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan gaan maken. Ja. Ik had wel een demootje van Wild Hearts en de term Wild Hearts. En ik ging met Paul, voor mij was jij met een andere track bezig. En ik zat met Paul in een hockey en die het horen. En ik had alleen nog maar de create Wild Hearts. Ah. Inderdaad, de pick-up line. En hij zingt meteen Strangers to the City. Ja. Hé, waar komt dat vandaan? Weet je? Ja. En waar Wild Hearts vandaan kwam, weet ik ook niet. Het was ook een iets intuïtiefs. Mij, zeg maar, jij zei Wild Hearts en ik had meteen een beeld. Ja. Ik weet inderdaad van, mensen die hier naar de stad toe komen van ver weg, weet je, in een vreemde stad. Ik vind het heel knap gevangen hoe, weet je, hoe dat er hele tastbare elementen in zitten. Weet je wel, from your mother's, als voorbeeld, from your mother's arms to your walking stick. Weet je wel, dat is een hele sterke beeldspraak en iets heel. Dan maak je het heel tastbaar mee. Ja. En dat vind ik heel knap aan de lyric. Dat er de prachtige metaforen in zitten. Weet je, zonder dat het een heel erg voorgekoud beeld schetst. Voor mij is ook zeg maar de uitleg is de lyric. Ja. Read the lyric. Ja. Hey, we hebben vanuit de Heek Street Art hier in de Street Art organisatie in Den Haag. Hebben we een muur toegewezen gekregen die hier op steenworp op afstand ligt. Als jullie willen kunnen we even gaan kijken bij de muur. Superleuk. Dan zijn we heel benieuwd naar jullie reactie. Ja? Yes? Let's go. Naast station Moerwijk torent de 50 meter hoge muur die potentieel de hoogste muurschildering van Nederland kan worden, boven de stad uit. En dit gaat hem worden. Hij is 17 verdiepingen hoog, 50 meter. En zover wij nou weten en alles wat we kennen, wordt dit de hoogste muurschildering van Nederland ook. Nou, we hebben in elke aflevering, met elke muur die we doen voor Music & Murals, hebben we een kleine easter egg die we erin gaan plaatsen. Wat vinden jullie gaaf, zeg maar, gewoon als klein detail voor de band Direct om ergens in de schildering te plaatsen? Ja, wij dachten, we wisten dit van jullie, dus we hadden daarover nagedacht. En toen kwamen we uit op onze geestelijk vader, Papa Dickie. Van hem was eigenlijk geen band. Jamie was 15 toen we begonnen, ik ook.
mocht nog niet eens zelfstandig de kroeg in om te spelen, maar dankzij Dick hebben we elkaar gevonden. En dan sowieso bedankt voor jullie komst, wederom. Ja, we zien jullie tussendoor misschien nog wel een keer en ja, anders sowieso bij de reveal. Genoeg informatie uit Den Haag. Maar wat moet er op die muur komen? Ja, toffe gasten. Ja. Ja. Nou nog iets bedenken. Voor die megamuur. En ik ga het ook gewoon over alles uit het leven halen. Gewoon, en alles waar je tegenkomt in het leven. Als je maar het hart en de passie hebt, letterlijk vertaald, dan kan alles. Dan is alles mogelijk. Mm-hmm. Ja, misschien kunnen we ook letterlijk gewoon shining your light, dat we gewoon het licht van hun ziel gewoon naar buiten laten vliegen als het ware. Wild heart. The wild heart. En dan dat er allerlei voorwerpen uit hun borst komen gevlogen, zeg maar. Gewoon. De bewoners van die flat, die wilden zelf ook nog een stukje input geven. Misschien kunnen we die juist ook gewoon bepaalde dingen aan laten dragen. Laten bedenken of laten meegeven. Die uit de borst moeten, mm-hmm. uit de borst moeten komen. Wat? Eindelijk de hangbrug in. Met heel veel emmers verf beginnen Niels en Casper aan het megaproject. Ja, Moerwijk is eigenlijk wel de verbinding tussen het centrum en het zieke deel van Den Haag. Het zand en het veen en tot en met zuidwest en de hele kant richting het Westland toe. En dit is eigenlijk ook een verbindingswijk. Dus symbolisch dat deze flat hier ook staat en waar jullie de schildering op maken. Welke input ik heb gegeven is de vuist met de bloemen die bovenaan de schildering te zien is. En dat staat voor mij voor kracht en moed voor de strijd voor gelijkheid. Als je er in eerste instantie naar kijkt, dan weet je niet echt waar het over gaat. Zeker niet als je het nummer niet kent. Maar als je de betekenis eenmaal ervan hebt gelezen, is het wel mooi gedaan. Ja, het is sowieso mooi geschilderd. Dat sowieso. Twee seizoenen verder en heeft Studio Giftig de hoogste muurschildering van Nederland kunnen voltooien. Nu allemaal verzamelen bij de muur en dan kan de onthulling beginnen. Hey, welkom. Ja, een jaar, half jaar geleden dat we de laatste keer hier waren. Ja. Ruim denk ik. Ja. Ik kan niet wachten. Heel, ja. Heel erg benieuwd. Man. Zullen we gaan lopen? Ja, toch. Ja, dat gaan we yes. doen. Maar, ga je mee? Ja. Oh, wow. Holy shit, dat is ook een soort hyperrealistisch. Zo, ja, ik zie hem. Gigantisch! Ik zie hem. Zie je hem? Ja, ik zie een schedel. Nee. Op de linkerarm. Oh, wat vet! Ja. Wat vet! Ik heb een foto gemaakt. Wat sick! Oh, dat is cool. Ja, ik vind het insane. Het is ook, ik vind het heel tof ook dat ze gewichtloos zijn, zeg maar. Bijna in een vrije val van dat was ook het idee leven. Om ze te laten zweven, dat is gewoon los. Dat ze niet in een bepaalde context zaten, maar dat gewoon helemaal los van een context was. Iedereen gewoon zijn eigen interpretatie. Door het bos kan laten. Ja. En de papa Dikkie, die. Heel, dat was de Easter egg, hè? Ja, dat is een cool. Ik denk die plek, die heeft u nog niet gezien, denk ik. Nee. Oh, pap, kom eens. Heb je al een detail gevonden? Wat vind je ervan? Kijk, zie je die jongen die valt? Ja. Zie je zijn tatoeage? Ja. Die leeft ja, wel bij. Ja, ja. Oh, ja. Zie ik ja. Ja. Staat op de muur, hè? Hey. Ja. Maar nu is jullie beurt. Ja. Kunnen wij eigenlijk. Nou, cirkel mag weer rond. De cirkel mag weer rond, ja. Wil je het nummer voor de muur spelen? Tuurlijk. Yes? Ja, gaaf. Ja, dat is een grote cool. No new start. And the time is now. No more time than this. To save our paradise lost. As we stare into the abyss. From your mother's arms. To your walking stick. Freedom for your thoughts. And no more politics.
keer gaat Studio Giftig richting Amsterdam, waar ze op een speciale plek een groot werk gaan maken. Oh, wat vet! Ja. Wat vet!